Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een soort van speciale video. Want vandaag gaan wij hier in mijn server Shadow World de ramp van 12 jaar geleden. Wat was dat? 2:15, 2:15 of zo. Jawel, ik heb het over 9/11 met dat vliegtuig wat in die gebouwen vloog. Ja, dat ja. En wel, dat heb ik dus gemaakt in mijn Minecraft server Shadow World. Samen met Boofy66, ShyGuyBro99 en Joran natuurlijk. Dus ShyGuyBro is Ivo en Boofy is Jelle. Dus ja, maar goed, in ieder geval. Wij gaan nou eens even een kijkje nemen naar die joegels. Oh mijn god, wat een knoeperts. En ja, Joran is bezig met een billboard. Daar gaan wij zo meteen heen, want dat is een soort van easter egg. Maar goed, in ieder geval. Ter nagedachtenis aan de gebeurtenis op 9/11. Dus ja, er is ook een warp in mijn server en alles. Dus hier staat Boofy, hij is AFK. Maar goed, dit zijn dus een paar enorme knoeperts van gebouwen. Echt gigantisch groot. Ze zijn niet op echt formaat natuurlijk. Ze zijn allemaal wat kleiner en zo. Maar het gaat ook om het idee, zeg maar. We gaan daar straks naar kijken natuurlijk. Maar goed, het zijn dus best wel hoge gebouwen. Het zijn de hoogste gebouwen in mijn server op dit moment. Misschien komt er nog een keer een Empire State Building of een Washington City dingetje of zo. Dat zien we later allemaal wel. Maar ja, dat was eerst het hoogtepunt in de server. Een van die torens, ja die was het volgens mij. En wel niet zijn het dus deze knoeper. Het zijn allebei even hoog. En deze heeft een, hoe noem je dat, zo'n fancy schmancy glazen was dingetje die niet helemaal veilig is, want je donder is zo af. En deze heeft dus dat billboard, maar alles dekbaar. Nee, oké, maar in ieder geval. Ik ga maar eens een kijkje binnen nemen. Ze zijn nog helemaal niet ingericht of zo. Het enige wat erin zit is een ladder en alles. Maar deze moet zelfs nog een vloer en een deur hebben en alles. We zijn een beetje snel geweest met het afronden, maar deze is wel grotendeels klaar. Je kunt hier helemaal naar boven lopen. Gaat echt uren duren. Dus ik begin maar vast te lopen. Nou ja, op al die verdiepingen gaan we nog wat cools bouwen. Misschien krijgen sommige mensen daar appartementen. Misschien krijgen we iets van een fancy smancy shop of zo. Want ik heb nu een economy plugin in mijn server. Misschien gaat er nog wel iets van een trading ding in gebeuren. Misschien komt mijn kantoor er wel. Of misschien wel mijn huis, mijn penthouse. Ik heb geen idee. Als jullie iets leuks weten wat we in die Twin Towers moeten doen, laat het even achter in de comments. We kunnen er ook een soort van museum van maken. Maar het hele idee hierachter is zeg maar dat we de Twin Towers gaan eren in hun staat die ze nog waren. Gewoon mooi en alles. En ik vind het echt gewoon super episch dat gewoon we die dingen hebben kunnen bouwen. Dat is ook altijd heel. Want we hebben hier 2 dagen over gedaan volgens mij. We hebben de ene wel gekopieerd en geplakt, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Het was echt heel veel werk. Al dat glas en alles, dat was echt gigantisch veel werk. We hebben dit allemaal wel met World Edit, of zonder World Edit gemaakt. Want dat is niet met World Edit te doen. Want je hebt die dingen allemaal wel, maar het is gewoon allemaal niet te doen met dat glas en alles. Dus maar in ieder geval, je hebt hier dus een warp ook. Nou, de leveling zal hem even laten zien in mijn server lobby, even kijken. Ja, we zijn ook bezig met Bikini Broek. Laat dat maar even weten voor wat het is. Even kijken. Waar was het ook alweer? Even kijken. We hebben hier de server spawn en hier hebben we de public warps. Stond hier het? Nee, dat zijn de steden. Hier was het, hier zo. Hier, 9/11 monument. De haven wordt nog aangewerkt trouwens. Goed, 9/11 monument. Spawn je hier en dan kun je hier even je gecondoleerde, weet ik veel wat, doen of zoiets. De soort herdenken, ik weet niet, moet je zelf maar allemaal weten. Maar we hebben die dingen dus gebouwd om gewoon te laten zien van, kijk, de torens die bestaan nog wel in onze geest natuurlijk. En het is niet grappig bedoeld, laat dat even zeker weten. We willen echt gewoon iets speciaals hiermee doen. Maar goed, we gaan nou eens naar die easter egg kijken. Eens even kijken, dat is dus pot met honing en zo. Van, en zo dus, ingrediënten. Are you fucking me? Are you really fucking me? Oké, Winnie's, bijen, honing en insecticiden. Wow. Goed, maar er worden dus heel veel nog extra aangebouwd. Kijk, van die glazen was dingetjes en zo. Het lijkt me handig als we er fences omheen gaan doen. Ik zal Johan even laten zien wat ik bedoel. Kijk, dit zo. Anders lijkt het ook een beetje amateurig natuurlijk. Even kijken. Zo. Zo natuurlijk. Anders vallen de mensen eruit. Dus, eens kijken. Nee, Johan had ze weg. Wat doe je nou, je emu? Oké, in ieder geval is wel prima. Maar er wordt ook nog van alles op het dak gedaan en zo. Maar de torens, die zijn er. Er komt nog heel veel meer bij in de server. We werken ook aan Bikini Broek daar zo. Er komt een haven. Er komt nog heel veel meer shit in de toekomst. Er zijn al 2 steden gebouwd en alles.
Maar in ieder geval, jongens, laat even een like achter voor de nabestaanden van 11 september. Als er mensen kijken die familie hadden of vrienden of zoiets die zijn omgekomen bij 11 september. Mijn diepe getuigenis of... Ja, ik ben dat stomme woord kwijt. Gecondoleerd in ieder geval. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Dat de torens in Shadow Games 23 server genaamd Shadow World nog steeds... er zijn. Dus ja, jongens, bedankt voor het kijken. Laat even dus een like achter voor de slachtoffers van 11 september. Abonneer ook nog even natuurlijk. Volg me ook even op Twitter @ShadowGames23. En wel dan zie ik jullie later weer in een wat vrolijkere video. Dus ja, later mensen.